De positie van inheemse jongeren is dringend toe aan verbetering. Om die verbetering te stimuleren, heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, gisteren een motivatie- en informatiesessie gehouden voor inheemse jongeren onder het thema Onze inheemse identiteit, trots om inheems te zijn, de rol van inheemse jongeren. De sessie staat in lijn met enkele gestelde duurzame ontwikkelingsdoelen, oftewel de SDG's, en moet inheemse jongeren bewust maken over hun cultuurkennis, de klimaatverandering en hun eigen identiteit. Genevieve Yakuma en Suyen Biswane zijn het met elkaar eens dat de positieverbetering nodig is, omdat er veelal sprake is van discriminatie. Ja, ik heb ook iets nieuws geleerd. Mijn taal die ken ik helemaal niet, nog Arawaks, nog Karij, maar ik versta het ook niet, maar ik wil het graag spreken, dus ja. Je moet je taal, dus je, heb ik het zo gezegd, dus je moedertaal niet verwaarlozen en zo. Dus ja, wat er ook gebeurt, je moet dat weten, het is jouw taal, zo, ja, dus ja. Een bepaalde van ons, we voelen ons nog een beetje achtergesteld, omdat ja, we zien die discriminatie nog een beetje, dus ja, het gaat nog niet zo goed. Verder voegde ze eraan toe dat de rechtspositie van inheemsen beter gewaarborgd moet worden. Een van de veel voorkomende verbeterpunten is daarom het opbrengen van respect voor deze groep op vrijwel alle fronten. De inheemsen ook recht hebben op alles wat er gebeurt in het land. En dat wij ook betrokken. Mensen moeten ons ook bijtrekken. Dus we hebben ook recht op alles. Wij zijn de eerste bewoners hier. Maar sommigen accepteren het niet. Omdat zij het land willen overnemen en zo. Ja, dus ik vind van... Heeft u respect voor mij of voor ons als inheemsen? Hebben wij ook respect voor hun? Ja, dus. De sessie die werd gehouden in Paramaribo was speciaal voor de jongeren van Para Oost, Para West, Donderskamp, Trio en Wayana.